Zo. Goedemiddag allemaal. Nou, ik hoop dat ik een beetje door kan gaan. Het is 4:10. De meeste klanten zijn zo'n beetje geweest. En ik heb een kaart gezien op het internet. Leuk. Ik had een proefje gemaakt, maar beviel me niet zo goed. Ook de maten niet. Dus ik heb het een beetje aangepast. En ik ga hem maken met het papier van Scrap Boys. En dat is het blokje Dream Garden. Nou, dat is heel vrolijk, romantisch papier. Het is allemaal dubbelzijdig, maar de achterkant is een beetje neutraal. En er zit van alles 4 velletjes in. Nou, dit is dan met van die labeltjes. Daar heb ik niet zoveel mee. Maar verder, het is toch wel een beetje leuk om wat mee te doen. Ik heb iets bedacht en alles al voorbereid. Ik heb het beïnkt, ik heb het gesneden. Ik zal de maten doorgeven. Dat lijkt me het beste, want dan kunnen jullie, als je het leuk vindt, hem namaken met je eigen papier. Of met dit, of maakt niet uit wat. En ik heb het spiekbriefje erbij. We beginnen met een basiskaart van 21,5 centimeter en die is 13,5 centimeter hoog. Dus je kunt van een standaard vierkante kaart, die is 13,5 centimeter hoog, kun je dus een stukje afsnijden zodat je 21,5 hebt. Standaard kaart is 27 lang, maar je hebt dus nog wel wat meer nodig. Daarom heb ik het van cardstock gedaan. En dan kom je aardig weg met één vel. Dus we hebben 21,5 bij 13,5. En die gaan we rillen op 4 centimeter aan deze kant. Dan draaien we om 4 centimeter aan deze kant. En dit vouwen we om. En dan heb je hier een kaart in het vierkant van 13,5 centimeter. 13,5, 13,5. Nou, dan hebben we dus wit karton. Ik heb hier gewoon het linnenkarton genomen deze keer. Die heb ik gesneden op 13x13, uiteraard. Ik ga wel met bruine inkt langs de randjes en ik heb nog steeds de Distress Oxide Walnutsteen. Dat is een hele fijne inkt. Ik heb er ook mee gestempeld. Dat zal ik zo vertellen. Dus we hebben een witte mat 13x13 en die plakken we hier in het midden van de kaart. Zo. Even de andere beschermlaagjes eraf. Zo. Nou. Dat is één. Verder heb ik voor de zijkanten ook 2 strookjes gesneden van 13 hoog. En 3,5 centimeter breed. Dat zijn deze. Dus dat is 13,5. Die gaat aan de binnenkant vast. Zo. En zo. Ik zit goed in beeld. Ja, mijn camera was gevallen, dus ik moest hem even weer opnieuw op zijn plekje zetten. Die strookjes moet je 4 keer snijden. Want je hebt er 2 hier. En er komen dus 2 aan de buitenkant. Dus van tevoren 4 keer strookjes snijden van 13 centimeter hoog. En 3,5 centimeter breed. Ik ben niet met mijn Distress Tool er langs gegaan. Want dat vind ik niet passen voor deze kaart. Maar als je het wel wil, dan moet je het natuurlijk zelf weten. Daar is iedereen vrij in. Oké, nou komt er dus aan de binnenkant uit dat, ik zal het er even bij pakken, uit dat papier. Ik heb namelijk dit velletje gebruikt. Dat laat ik straks zien. En ik heb dit gebruikt. Dit heb ik gebruikt om de zijkant te bekleden. En omdat je dus strookjes moet snijden van
3 centimeter breed. Even kijken waar mijn liniaal is hier. Van 3 centimeter breed en 12,5 centimeter lang heb ik dus dit genomen. Dit papier. Ik zal het even afhalen. Ja, de achterkant is ook heel leuk, maar dat was nou niet geschikt hiervoor. En ik heb eerst op 12,5 centimeter dus de onderkant gesneden. En toen heb ik 6 centimeter van deze kant afgehaald en 6 van deze kant. En daar dus 2 strookjes van 3 van gemaakt. Want dan heb je dus mooi die bloemenrand heb je aan de zijkanten zitten. Dus dat is in dit geval dus, omdat het papier zo is, heb ik dat zo gedaan. En dan hebben we dus deze hier. En we hebben deze hier. Nou kijk ik even op het origineel of ik het goed doe. Want hij moet zo liggen. En dat is die. En dat is deze. Ja, dat klopt. Dus die heb ik ook beïnkt. Nou, de maat heb ik net doorgegeven. 12,5 bij 3. Bij 3. Nee? Ja, even kijken voor zekerheid. Ja, 3. Nou, die komt dus aan deze kant. En die komt aan de andere kant. Nou. Zo. Het deel wat eraan zat, dat was dit. Deze heeft hier aangezeten. En die gebruik ik straks voor de buitenkant. En die ligt nog even daar. Ik ga eerst met de binnenkant aan de gang. Dat is dus deze. Zo. Even kijken dat het gelijk ligt. Zo. Dat is die. En het middenstuk. Het middenstuk, dat is dit. Zoals je kan zien staat er hier gefeliciteerd. Dat heb ik hier op het designpapier gestempeld met de Distress Oxide, met deze inkt. Dat is heel fijn. Daar kun je heel goed mee stempelen. En die heb ik dus, ik zal hem er even bij pakken. Dat velletje met die bloemen, dat is deze. Ik haal hem er even uit. Dat is dan toevallig omdat het in dit blokje zit. Ik heb hem beide kanten opgemeten. Want hij moest dus 12,5 bij 12,5 centimeter worden. Nou, dat blokje is 15. En 15,2. Dus dan moet je even kijken hoe je aan die 12,5 komt. Nou, ik heb dus bedacht dat als ik het op mijn snijmachine leg en ik hou deze kant bij de 13,5. Nee, bij de 14. Even kijken, had ik het goed? Ik had het zo uitgerekend dat ik dus deze kant bij de 14 had gelegd. En dan 12,5 centimeter heb ik hier afgesneden. Toen heb ik hem omgedraaid. En ik heb dit bij 13,5 neergelegd op mijn snijmachine en 12,5 centimeter afgesneden. Dan zit je net hier onder die, ja wat is het, het lijkt een soort schaal waar die krans op zit. Of het is misschien wel een, ja, iets waar een naam of een soort etiket lijkt het op. In ieder geval, als je dat op deze manier doet, kom je het precies uit op 12,5, dan is je krans een beetje in het midden. Dat vind ik dus toch wel. Nou, ik heb dus inderdaad met de. Dat is een stempelset van Crafty Motions. En dat is de Bullet Clear Stamps. Deze. En die gebruik ik regelmatig, een soort handlettering. En dat is artikelnummer 130501, schuine streep 1707. Ik weet niet of die er nog is, maar ik heb hem al heel lang. En dat heb ik dus hier op dat plaatje, zeg maar, gestempeld. Nou, die gaan we ook opplakken. En dan is in wezen de binnenkant klaar. Even een beetje dat hij in het midden zit. Zo. Dat is deze. Het is een leuk romantisch papiertje. Maar je kan hem natuurlijk van allerlei soorten papier maken.
Zo. Nou, dat is dat. Goed, nou dit is zover af. Dan gaan we aan de voorkant beginnen. En hier komt dus ook weer een strookje wit van 13 bij 3,5. Dus 13 hoog, 3,5 breed. Dat gaat hierop. En de beschermlaagjes er even af. Tot nu toe is het allemaal simpel. Goed op maat snijden en opplakken. Nou, ik zal dit even twee kanten losmaken. Dat is namelijk ook een handige tip, dat je ze allebei losmaakt. En er dan oplegt, want dan kun je ze even het makkelijke beet pakken om ze eraf te halen. Zo. Ja, oké. Nou, hier komen dus ook nog twee strookjes. Dat zijn die twee die hier aan vast hebben gezeten, zeg maar. Deze zat hier. Die zat daar. En die gebruik ik dus voor de buitenkant. Nou, dan haal ik ook weer even de puntjes los van twee kanten. Vouw even om. En dat is makkelijker. Dan heb je dus een beetje grip op. Zo. Deze en deze. Goed, dat is er één. Dan de andere. Ik ben overgestapt op een beetje breder tape, want mijn rolletje tape is leeg, dus ik heb tijdelijk even 9 mm, maar ik gebruik normaal de 6 mm tape. Nou, goed, tot zover dus. Is het klaar. Nou, dan komt er hier aan de voorkant, komen er drie strookjes. En je hebt dus een velletje papier nodig wat een beetje doorloopt. En met doorlopen bedoel ik dus, dit is één geheel. Dit is één geheel. Dat is het papiertje van, even kijken. Want ik haal hem er even uit, want ik heb ze toch nodig. Dat is deze. Dat is het. In dit geval is dat het papier met het kannetje hier en het vogeltje en dat wiel. Nou, daar heb ik dus een deel afgesneden. Je hebt dus nodig 1, 2, 3 keer. Dus ik heb in dit geval voor de onderkant gekozen. Dat loopt dus door. En dat zijn dus drie strookjes van 11,5 breed. En ook weer 3 centimeter hoog. En die plakken we op wit, op een mat. En die mat is 12 centimeter bij 3,5. Daar zit al tape achter. Ik ga dus eerst deze opplakken. Dit is de onderste. Daarom moet je met je patroon opletten dat je iets hebt wat dwars loopt. Want het komt er dwars op. Zo. Dat is deze. Even de andere kant eraf. Zo. En die plakken we op een strook van dezelfde kleur als de kaart. Ik heb in dit geval de Mokka genomen van Cardeco. En deze strook is 12,5 centimeter bij 4 centimeter. Dit is 4. Daar gaat ook deze strook op. En je kan natuurlijk ook beginnen met die bruine en dan de rest opbouwen. Dat maakt niet uit. Ik doe het nu even zo. Waarom doe ik dat? Als laatste. Zo. En nou schrijf ik. Deze komt namelijk hier aan de onderkant. En die wordt hier vastgezet. Dit blijft open. Dit wordt vastgezet.
En omdat het de onderkant is, zet ik hier even met een potlood of een pen het cijfertje 3 aan deze kant. Want dan kom ik niet in de war met de volgorde. Ik ga nu de volgende doen. Nou, ik neem dus ook weer die bruine strook. En dan gaan we die witte opplakken. Dus de volgorde dat je het plakt is niet belangrijk. Dus dat is deze. Zo. Dat zijn deze. En dan komt dus deze strook op. Dat was die erboven zat. Zo. Die komt hier. Eventjes netjes neerleggen. En die komt strakjes aan deze kant vast te zitten. Dan zet ik hier aan deze kant even een 2. Cijfer 2. Dan kan hij aan de kant. Nou, dan komen we de laatste strook. Dit wordt dus als het ware de voorkant van de kaart. Dat hadden jullie denk ik al begrepen. En er stond ook zoiets op Facebook. Alleen ik heb een iets andere maat aangehouden. Dat hij dus echt vierkant is. 13,5 bij 13,5. En ik meen dat de kaart op Facebook 13,5 bij 13 was. Ja, en eens even kijken. Zo. Dat is deze. En daar komt dus die laatste strook op. Maar daar heb ik ook dus met diezelfde stempelset het woord van harte op gestempeld. Het is echt een felicitatiekaart. Maar als je hem dus naar iemand stuurt voor een andere gelegenheid. Dan kun je daar je tekst natuurlijk op aanpassen. En, maar ik vond dit wel ja, een ideetje. Want verder zit er weinig... zitten er weinig tirantijnen aan. Kijk, en dat is dus kaart 1. En die komt weer aan deze kant te zitten. Dan zet ik toch voor zekerheid even een eentje. Zo. En die leg ik even weg. Nou, dan gaan we dus even de zaak verdelen. Dat is de 3. Dit is de 1. En dit is de 2. Nou, wanneer je dus het op je kaart gaat doen, dan liggen ze allemaal een beetje uit elkaar. En nou is het handigste als je dus eerst de onderste en de bovenste opplakt en daarna de middelste. En ik heb ze expres wat kleiner gemaakt, zodat ze net binnen het designpapier vallen aan de zijkant. En het zit ongeveer eenzelfde matrandje aan de onderkant. Nou, dit doe ik met lijm. Mijn lijm is even weg, zie je. Nou, dan doen we het toch even met tape. Dan nemen we toch even tape. Even kijken. Oh, hier is mijn rol. Dan neem ik... dit is de 9 mm. En ik doe dus... twee stukjes van 9 mm. Ietsjes uit elkaar. Dan heb ik een... een deel beplakt van totaal ongeveer een 2 centimeter. Dan weet ik zeker dat de tape niet eruit steekt. Dus dan gaan we die eerst even opplakken. Ik haal nu wel even alles eraf. Ik leg de kaart, ik doe hem dicht. Ik hou even mijn vingers bij de lijmrand. En dan krijg je dus dat die... binnen het, hij komt binnen het witte papier van de zijkant liggen. Zo. Deze zit. Dan nemen we dus die niet. Dan nemen we dus de 1. En die gaat dan ook aan deze kant
twee randjes tape doen. En als je dus wel lijmt, doe dan niet meer dan 2 centimeter. Dan weet je zeker dat je goed zit. Zo. Ik was vergeten aan te strijken. Deze gaat eraf en deze gaat eraf. En die gaat dus hier aan de bovenkant. Ook weer gelijk met de zijkant met het witte papier. En dan heb je dus hier die randjes. Zo. Zo. Dus misschien is het te zien. Je hebt hier alleen die witte randjes. Nou, dan hebben we de laatste. En die wordt aan deze kant geplakt. Dus dan doen we hier de tape. Zo. Deze en hier. Zo. Nou, dit er ook even af. Nou, het is iets te lang. Slaan we even om. En nou kijk ik even dat hij een beetje in het midden zit. Tussen die andere twee in. Nee. Hij moet wel even recht liggen. Zo. Nou, dit is hem dus. Maar ik vond het toch een beetje aan de kale kant hier binnenin. Dus ik heb een bloem gestanst met de set van Marianne Design. Hoe die heet weet ik niet, maar ik heb een nummer. LR0546. En er zitten ook blaadjes bij. En dat is de LR0547. Dat is deze stans. Die zit aan elkaar vast. Dus je raakt niet zo gauw iets kwijt. Oké. Okay. Ik heb alleen het grootste blad niet gebruikt, want die was een beetje erg groot. En daar zitten dus ook nog meeldraden bij. Dat is dus deze, dat zijn het hartje ervan. En dit zijn de blaadjes van de andere stand. Nou, ik heb hem in elkaar gezet. En die komt dus straks hier. Als je nou open doet, dan is dit toch niet netjes. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb extra stukjes gemaakt van, het wit is dan 8,5 centimeter zo en weer 3,5 zo. Dus dit is 8,5. Die komen hier. Dus dat gaan we toch even eerst doen. En dan vouw ik even 2 hoekjes om. Zo. En dit leggen we een beetje met alle kantjes gelijk, zo. Nee, dat is niet helemaal goed. Hij moet ietsjes hier naartoe. Zo. Dat is 1. Nou, dat is een tweede stukje. 8,5 bij 3,5. En ook hier de randjes van beïnkt, maar heel, heel weinig, niet overdreven. En die gaat dan hier. Zo. Nou, dat doen we ook aan die andere. Kijk, dan heb je al gelijk een heel andere kijk op de kaart. Maar omdat dat van het designpapier hou je dus allemaal strookjes over. En die strookjes, die heb ik ook gebruikt. Ik denk, nou, dat kan ook net zo goed. Wacht even. Hij moet wel even recht. Netjes recht. Zo. Zo. Die bloem doen we straks. Ja, dankjewel. Dankjewel, Mars. Ja, is goed. Oh, dat geeft niet, joh.
Zit nog altijd even. Ja. Oké, dag. Nou, en ik heb dus van het designpapier wat ik over heb gehouden, ook nog stukjes gemaakt van 8 bij, is voor Chris, hè? Ja. Oh, hoi. We zijn 8 bij 3 centimeter. Nou, jullie horen het wel. De PostNL komt even binnen, pakketjes brengen. En die jongen die loopt al jaren hier. En die is altijd heel beleefd. Brengt alles netjes naar je toe. En we zijn er allemaal heel blij mee. Dat was voor mijn zoon, een pakketje. Nou, die stukjes die overgebleven zijn, zoals ik zeg, die hier dus afkomen, zeg maar. Die heb ik gebruikt. Nou is het zo dat deze twee, die lopen zo, de streepjes. Deze loopt dwars. Dus ik doe die ene met het streepje verticaal, zal ik maar even zeggen. Die doen we dan aan deze kant. Dan weet je, ik haal dit er even af. Want ik kan het net zo goed meteen zo doen. Deze heeft ook een verticaal streepje. Dus die gaan we aan die kant doen. Dan is het toch een beetje hetzelfde. Even kijken, staat er staat een tekst ook nog op. Dus, nou, die staat goed. Die gaat hierop. Nou, deze heeft dus een horizontaal streepje, want het kwam van een ander deel van het vel af, maar dat zie je toch niet. Nou, die gaan we dan aan die andere kant doen. Ik zet even mijn lijmpistool aan. Dat duurt ongeveer 5 minuten. Voordat die warm is. Dus ik ben eigenlijk iets te laat. Nou, dat zijn dus alles zoveel mogelijk wat ik gebruikt heb. Ik zal hem even omdraaien. En dan is dit dus het eindresultaat. Ja, het blijft een beetje rechtop staan. En omdat natuurlijk die laagjes ook dik zijn die er allemaal in zitten. Dit is hem. Dan doe hem open. En ik heb dus die bloem. Die heb ik gestanst uit die nieuwe kleur. Die magnolia roze. Deze. Nou, het lijkt dus een heel andere kleur. Omdat ik ook weer met die bruine inkt er langs ben gegaan. En die meeldraadjes, zal ik maar zeggen, die heb ik helemaal bruin gemaakt. Nou, verder heb ik er een Animal Dot, zoals het heet. Goudkleurig, ingeplakt. Die is dan van Kraft Deco. Het hobbyjournaal, zou ik maar zeggen. En die heb ik erin geplakt. Nou, ik draai nog even mijn kaart om. Want ik heb dan de twee blaadjes. En toen dacht ik van, als ik het nou zo hier in het midden doe. En die twee blaadjes daar. Hier staat dus gefeliciteerd. Dan denk ik dat het wel een hele leuke kaart is geworden. Nou, even kijken of het lukken wil met mijn lijmpistool. Want de 5 minuten zijn nog niet om, maar misschien. Even kijken, ik heb hem hier. Ik heb dus deze aangeschaft. Ik heb er zelf een schakelaartje tussen gezet. En er staat een A van aan en het woordje uit staat er met witte stift op. Want je kan dus niet zien of die aan of uit is. Want je hebt hier geen verklikkerlampje. En dus ik zet altijd dan zelf een schakelaartje erop. Even kijken of het al een beetje wat wordt. Want misschien is die wat eerder warm. Ja, hij is al eerder warm. Dus een klodder. Fotolijm. En ik doe even een kloddertje fotolijm. Lijm van het lijmpistool doe ik hier op de kaart. Hup. Nou, lekker doet hij niet, maar draden doet hij wel. Maar ja, goed. We kunnen niet alles hebben, hè. Nou, dan heb ik dus blaadje, blaadje, bloem. En even de draad weg. Dus even kijken, ik kan hem nog een beetje opschuiven. Zo. Nou, dit is hem dus. En ik zal het filmpje ook delen op mijn groep. Want dit wordt een workshopkaart voor, ik weet niet precies de datum. Volgende week hebben we dus een mannenkaart in de workshop met het biertje en het magneetje.
En die, ik denk dat die week erop, dat die dan op de agenda staat. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Moet ik nog even nakijken. Nou, dat laat ik later nog wel weten. En dat is dus weer voor de dames die hier de workshop komen doen. Nou ja, voor jullie die kijken en die workshop hier niet komen doen, denk ik dat het wel weer een leuk idee is om dit te maken. Nou, dit is het dus. Oh, ik zal hem even uitzetten nu. Hij staat nu uit. Het is een fijn lijmpistooltje. Mijn vorige is doorgebrand. Daar was iets op het schakelaartje gevallen en die had dus de hele nacht aangestaan. Nou, dat kon hij niet tegen. Dus toen was alles helemaal donkerbruin van binnen. En nou ja, dat schakelaartje en dingers heb ik weggegooid. Dus hier zit een nieuwe aan. Het is wel even een beetje stug. Het snoer is een beetje stug. Dat is altijd wel een beetje jammer. Maar goed, hij blijft hier zo staan. Dat vind ik wel handig. En hij lekt inderdaad niet. Dat is wel een voordeel. Nou, dames, dit was het voor vandaag. Ik zal hem nog even wegzetten, dat je de kaart nog even kan zien. Dus, dit is hem geworden. Ik vind hem zelf dus ook wel heel erg leuk. Ja, het is heel romantisch papier. Het is weer eens wat anders. Het is van Scrapboys, Dream Garden. En onder die naam staat hij ook straks op YouTube. Nou, dit was het voor vandaag. Veel plezier met het maken ervan. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende kaart.